Dit is een bespreking van het zesde gedeelte van het verhaal over Pyramus en Thisbe. In het voorafgaande heeft Pyramus de bebloede sluier van Thisbe gevonden. Hij trekt daaruit de conclusie dat Thisbe door een wild dier gedood is. En besluit in deze tekst om dan haar in de dood te volgen en dus zelf de zelfmoord te plegen. Onderwerp van dat tollid, dat is Pyramus. Hij raapt op. Velamina, meervoud onzijdig eigenlijk, de sluiers, natuurlijk enkelvoud bedoeld hier, de sluier van Thisbe raapt hij op. En hij draagt die sluier mee, vert, hij draagt met zich mee, secum, cum met C is altijd aan elkaar en in omgekeerde volgorde, met zich mee neemt hij die sluier naar de schaduw van de boom. Dat is die boom waar ze dat afspraakje gemaakt hadden. En van die boom wordt gezegd dat die paktai is van de afgesproken boom. En dat heeft natuurlijk die reden. Daar hadden zij afgesproken. En zodra hij gegeven heeft, staat er in het Latijn. Wij zouden zeggen gegeven had. Zodra hij tranen gegeven had kussen. De dativus bij geven is vesti aan dat kledingstuk en bij dat kledingstuk staat notai, het hem bekende kledingstuk. Misschien moeten we ons voorstellen dat Pyramus Thisbe alleen gesluierd buiten gezien heeft. Dus zodra hij tranen en kussen, dit is een asyndeton, dus tranen en kussen gegeven had aan het bekende kledingstuk, zei hij... Hij gaat dus die sluier toespreken nu. Krijg nu, ontvang nu ook wat slokken van ons. Bedoeling is mijn bloed, sanguinis, genitivus van sanguis. Haustus, accusativus meervoud van haustus van groep 4. Net hadden we quoque ook. Nu hebben we, dit is quoque en que en quo, het betrekkelijk voornaamwoord. En die betrekkelijke bijzin, quo erat acinctus, die hangt af van dat ferrum. Het zwaard waarmee hij was omgord, dat hij dus aan zijn riem had hangen, dat zwaard, de misit, letterlijk liet hij zakken, dat stak hij in zijn liezen. Ook ilia is een onzijdig meervoud op a, dat liet hij zakken in zijn liezen, in, hij stak het in zijn buik, is natuurlijk de bedoeling. Hij pleegt zelfmoord met het wapen wat hij zelf bij zich heeft. En niet uitstel is er, moet je aanvullen, en er is geen uitstel, dus zonder dralen, zonder uitstel, trok hij, dat zwaard natuurlijk, evulnere uit de wond. En bij het onderwerp van traxiet staat aan moriens, hij trok stervend dat zwaard uit zijn wond. En van die wond wordt nog gezegd dat hij fervens is. PPP van ververen, koken letterlijk, uit de kokende wond. De nog warme wond is wel de bedoeling. Nog een keer dat oet hier, weer met de indicatieves. Toen hij lag, achterover op de grond... Dan kroer, nieuw onderwerp, spoot het bloed, dat spuiten dat staat hier, emikare, omhoog spuiten, spuit het bloed, kroer, hoog omhoog, alte is het bijwoord van hoog, niet anders dan wanneer, cum met de indicatieves, scinditur, niet anders dan wanneer een fistula is het onderwerp van deze zin, wanneer een waterleidingsbuis wordt gescheurd, staat er eigenlijk, wij zouden gewoon zeggen scheurt, wanneer een waterleidingsbuis kapot gaat, vitiato plumbo, met het lood beschadigd zijnde, dit is een ablativus absolutus, niet anders dan wanneer een waterleidingsbuis, wanneer het lood beschadigd is, scinditur, scinditur, scheurt, en wanneer die buis ejaculatur uitstoot, onderleidend voorwerp aquas, wateren, meervoud van water, ik heb vertaald waterstralen, bij die waterstralen hoort tenues, dus tenues congrueert met aquas, en die waterleidingsbuis, wanneer die waterleidingsbuis uitstoot, dunne waterstralen, en dat doet hij heel ver uitstoot, dunne waterstralen. En dan heb je hier stridente foramine. Een foramen, dat is een scheurtje. En strideren betekent sissen. Dus met of door een sissend scheurtje.
Je kunt dit ook opvatten als een ablativus absolutus. Wanneer het scheurtje cist, die waterleidingsbuis dunne waterstralen uitstoot. En wanneer die waterleidingsbuis en breekt de lucht, aera is een Griekse accusativus, wanneer die waterleidingsbuis de lucht, aera, breekt met zijn waterstoten. Het lichaam van Pyramus wordt hier dus vergeleken met die fistula, met die waterleidingsbuis die lek is en die dan het vocht, in Pyramus geval het bloed, hoog de lucht in spuit. Hij ligt nog steeds onder die boom en dat is van belang. Want de arborei fetus, de fetus dat zijn vruchten van groep 4 weer, dit is een nominativus meervoud en dat kun je zien dan dat arborei, de boomvruchten, persoonsvorm die daarbij hoort, vertuntur, die worden veranderd of gewoon die veranderen, dus de vruchten van die boom waar die onder ligt, die worden veranderd in een gezicht, letterlijk vaak yes, in een gedaante die zwart is, in een donkere gedaante. Die vruchten waren eerst wit, is in het voorafgaande beschreven. Die worden dus nu donker door dat spuitende bloed van Pyramus. En dat staat hier, aspergine, door het spatten, ablativus, van het bloed. Kaides, hier een ander woord voor kruor, wat we net hadden. En vochtig gemaakt, dat maar de facta kun je metrisch zien in zijn nominativus. Een participium, dat hoort bij radix, de wortel. Radix, nat gemaakt door het bloed, die kleurt, die verft de pendentia mora. Mora, dat zijn de vruchten van die moerbeiboom, de moerbeivruchten. Accusatief is meervoud weer van het onzijdig. Die pendentia zijn, die hangen, de hangende, dus die wortel, die vochtig gemaakt wordt door het bloed. Die kleurt de hangende moerbeivruchten. Met een purpurio colore hoort bij elkaar, met een donkerrode, paarse, purperen kleur. Dit is de metamorfose in dit verhaal. Die boom waaronder Pyramus ligt leeg te bloeden, die krijgt dus van witte vruchten donkere, zwarte vruchten.